mee. Lekker, lekker. Jammer, jammer, jammer. Nee! Gefeliciteerd je. Ja, daarom wil je. En papa en mama geworden dat we een verrassing vinden. Hoi, Tess. Oh, wat schattig. Goeiemorgen. Doenijntjes! Ik wil jullie ons allemaal houden. Nou. Een hele goeie. Morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag vrijdag. En dat betekent dat de kids zo weer lekker naar school gaan. Ja, maar eigenlijk heb je voor je dat. Wie is dat? Mijn hond. En hoe heet die hond? Bobo. Is dat Bobo? Hallo Bobo. Ga je vandaag zo naar school? En we hebben nog iemand natuurlijk. Natuurlijk even erbij pakken. Lucius. Wat is het allemaal, Lucius? Is dat een hond? Ja. En Lucilla is een hele mooie... Prinses vandaag. Met een hele mooie jurk aan. Ja, en ik ben Assepoester. Assepoester is ze vandaag. Kijk, dit is een... Ja, dit is, je zou zeggen, het kan ook een Elsa zijn, maar het is een Assepoester. Waarom gaan jullie zo naar school, kinderen? Nou, in ons dorp vieren ze carnaval altijd in mei. Maar normaal carnaval is altijd in februari. Maar... Wij vieren het in mei. En vandaar dat we carnaval vieren, omdat het typisch ons dorp is. Aha, ja, het is voor ons ook een beetje nieuw. Maar ja, en er is ook een optocht. Is het niet gewoon omdat carnaval verzet is? Omdat het toen niet doorging met corona? Nee, daar ging het niet door. Nee? Oh, dat dacht ik. Maar in ieder geval, ze hebben carnaval op school. En vandaar dat Luan en Lucilla verkleed mogen naar school. En Luxie die is op vrijdag altijd vrij, dus die heeft het niet. Maar die mag wel een mooie jurk aan. Daarom heet het vrijdag. Ja, nee, in groep 1 hebben ze altijd vrij op vrijdag. Hè? En, maar er is ook een optocht en het lijkt me super leuk om daar ook naar te kijken. Ja, ik weet alleen niet of dat doorgaat. Want ze voorspellen vandaag een orkaan. Of was het weer? Een tornado. Geen orkaan. Een tornado, sorry. Dus er is vandaag ook een noodalarm uitgeroepen. We lopen natuurlijk een beetje achter voor jullie. Dus ik weet niet of dat doorgaat. Want als er een tornado komt en er lopen allemaal optochtparaden door het dorp, dan weet ik niet of dat handig is. Maar goed, dan gaan we straks nog even kijken. Maar je weet niet dat het daar komt. Dus ik weet, jawel, nou ja, het hele land heeft die code gekregen. Hè. Dus we moeten straks ook alle tuinmeubelen en een bloempot die losstaan. Moeten we kijken of die goed vast is. Ja, best spannend, maar ook wel cool om te zien. Ja, nou ja, ik weet niet of we het echt zien, maar... Nou, we gaan eerst eventjes lekker eten. Dus heel veel plezier op school. Papa, die brengt jullie zo meteen even weg. Tijd, dus kijk vandaag weer. Gezellig? Met ons mee. Muntje voor het wagentje. Wat ligt ze? Ja, wel wat. Ja. Lucius slaapt lekker in de draagzak. In de draagzak, veel aangaan. Ja, op naar de supermarkt. Oh ja, ze zijn los. Dus heb jij een muntje over? Ah, toppie. Nou, helemaal blij. Ze hebben hier ook een wagentje voor ons, Luxie. Kijk, Luxie. Oh, Lucius slaapt hier. Lekker aan moeder. Huh? Zeg maar, moeder. Bananen. En de appels, die liggen eentje verder. Kijk eens hier. Iets groter dan thuis. Ja. Ja, we eten veel bananen thuis. Ja, goed zo. Appels, peertjes. Goed zo. Peertjes. Heel goed, Lucie. Ach, zo daar staat. Doe je heel goed. Ja. Kiwis. Die zijn ook lekker. En de druifjes. Ja. Druifjes. Die. En nog deze. En die, kijk. Nou, het karretje voor jou is al goed gevuld, Vivi. Ja. En nu nog aardbeidjes ook, hè? Aardbeidjes. En meloen. En die doet mama wel even. Ja, gaan we sturen. Beste klant, helpen jou achterna. Kassa 6 gaat voor u open. Ja, we hoeven nog niet naar de kassa. Pinkassa. Bij deze kassa daar, kunt u alleen pinnen. Dat is de leukste. Oh, papa, duw me naar de bus. Duw me naar de bus tegen mij. Toppie. En mama met de wagen. En wij zijn weer thuis van de boodschappen. De wekelijkse boodschappen. Die ga ik zo eventjes uitpakken. Lucius is hier aan het kruipen. Want die is verstoppen aan het spelen met Luxie. Kijk, Luxie die zit dan verstopt. Luxie. Hier zit Luxie. Die zit hier verstopt. En Lucius denkt dan, waar is Luxie?
waar is Luxie? Kijk, hier is Luxie weer. Nou, jullie even lekker spelen. Ga papa even de boodschappen uitpakken, goed? En even de boodschappen aan het uitpakken. Dan leg ik eerst even alles op het aardig neer. En vanaf daar kan ik het goed sorteren in de koelkast. Nou, Luxie zit er even gezellig bij, jongen. Kijk, ben je aan het kijken wat mama aan het doen is? Gaan we het net uitpakken. Hoppatee. Leggen we daar neer. Wil je daarmee spelen? Nadeltjes. Zo. Nou. Hoppatee. Haha, vind ik dat niet, hè? Kijk, hier liggen alle boodschappen. Die gaan we zo meteen in de koelkast zetten. Maar eerst even alles eruit halen. Yes. Dat is altijd zo'n lekker klusje. Nou, Luxie, we gaan even over de vaatwas eruit pakken. Wil je papa helpen? Ja, ga ik kijken. Oh, hij voezelt. Hij voezelt er helemaal op. Even eens kijken. Ja. Dan moet ik dat hij zo'n buik heeft. Ja. Serieus, dat is een halve bal. Ja, ik heb wel een stukje voor nog, maar hij eet nu wel bakjes. Hoezo? Hoezo? Dit heb je toch niet opgegeten? Geen plastic eten, jongen. Bakjes en water. Kijk, hij gaat helemaal rustig. Kijk, alleen maar tennisballen, goed? Die krijg je niet kapot. Hey, jongen, wat ben je aan het doen? Wil je mama meehelpen? In de koelkast aan het inpakken. Nou, even uitgepoetst. Hij is hierheen gekropen. En nu gaan we alle weer in de koelkast leggen. Vind je dat zo mooi? Oh, hij is zo onderzoekend, jongens. Overal alles. Hij is ook hier heel zelf heen gekropen. Zit een beetje onder die koelkast, dat hij het laadje te staan. Nou, gaan we zitten. Oh, natuurlijk. Je moet blijven staan. Dit staat hier. Nou, mama heeft de koelkast weer pakken. Allemaal weer verse dingetjes in huis. Lekker, lekker. De laadjes weer terug. Kijk, en ondertussen staat hij hier. Vind je dat mooi? Vind je dat mooi? Hij is zo nieuwsgierig, joh. Zo, nieuwe erin. Dat is leuk, hè? Oh, ik moet even een beetje de laag delen. Even, oh, hier, daar. Daar. Zo, kijk, daar staat hij. Ik zat eventjes wat werk te doen achter de laptop, maar Luxie die roept mij. Wat is er, Luxie? Nou, eigenlijk, mama een beetje jasjes bouwen. Oké. Ze moet even mee. Papa helpen? Ja. Nou, tuurlijk kan papa even helpen. Dan maar kijken. Wat op voor de teentjes. Zo. Een woezel. Ja, waar moet ik helpen? Ja. Hallo. Ah, waar moet ik helpen? Luxie, kom bij je roepen. Ja. Ik heb deze. Nee, ik heb er niet op. Iets leuks. Ik mis een moertje. Er zaten geen moertjes bij. Oeh, een moertje. Ik weet nog niet hoe ik deze wielen erop moet. Nee, ben je aan de drummen, jongen. Dan kan ik hem dus niet vastmaken. Het is een loopdingetje voor Luxies. Oh, wat leuk. Wat leuk, jongen. Ja, oké, okay, want hij wil heel graag stappen doen. Ja, daarom dat is het uitgelezen moment voor hem. Kan hij al een beetje leren lopen. Dat gaan we doen, Woezeltje. Gaan we zo meteen even met Luxie vuilnis storten bij de Rova. En dan rijden we ook wel even langs de Gamma. Want dan halen we daar wel even die juist passende moertjes. Want deze heeft papa net toevallig niet in het laadje. Mama, goed? Zo. Ja. Ja, zo moet hij, ja. En Luxie, dan ga jij mee helpen, hè? Want wij moeten even een postpakket ophalen. Wat wij vanochtend hebben gemist toen we de boodschapjes haalden. En dan gaan we even langs de Gamma, Rover en Lucille ophalen. Ik wil zo graag stappen. Straks kan je maken. Goed, ik neem de moertjes mee. Tot zo. En ondertussen hebben we hier een schaaltje met wat groenten. En die gaan we even aan Peppy en Kokkie geven. Ja, jij ziet het al. Oh, jij ziet het al. Jij ziet het al. Nou, ik heb er nou ook eens een broccoli in zitten. Kom hier. Hier, vind je broccoli lekker? Kom eens hier. Broccoli. Oh, dat vindt ze ook lekker. Kijk dan. Eens kijken, Luxie. Broccoli vindt ze ook lekker. Yummy, yummy, yummy. Dat is lekker, hè, Peppy. Dat is lekker. Oh, er zitten er allemaal pluisjes erachter. Kijk dan daar. Oh! Nee! Nee! Jongens! Er liggen baby konijntjes! Dit is geen grap. Ga papa halen. Nee. Oh, ik krijg echt... Ik zit helemaal te shaken, jongens. Mama. Ik
ga er niet aankomen. Sorry, ik moet even bijkomen. Sorry voor mijn heftige reactie. Oh, ik zit helemaal te trillen. Baby konijntjes. Gefeliciteerd, heb je babytjes gekregen. Kijk eens. Oh, jongens. Ja, ik zie het, schatje. Ik zie het. Het is goed, Peppy. Het is goed. Oh, ze verlaat wel haar nestje. Ik ga er niet naartoe. Ze zit nou bij mij te eten. Oh, Peppy. Gefeliciteerd, meisje. Hé, gefeliciteerd. Je bent mama geworden. Dat is er toch die dag gebeurd. Net één dag voordat Kokkie gecastreerd werd. Ik zal jullie namelijk vertellen wat er is gebeurd die dag. Er zijn wat beelden in de vlog geweest. Maar Kokkie en Peppy waren zo iedere keer naar elkaar toe aan het gaan als ze niet bij elkaar konden. En Kokkie en Peppy stonden iedere keer weer te snuffelen met hun neusjes tegen het hek aan. En we wilden ze toch aan elkaar laten wennen. Dat ze niet vervreemd zouden zijn als ze straks bij elkaar zouden komen. Dus we hadden zoiets van, nou, we doen nog één keer de konijnen even bij elkaar en dan zijn we er ook bij. Maar toen sprong Kokkie in de kooi van Peppy. En dat stukje heb ik uit de vlog gehaald. Omdat Peppy een beetje met zijn pootje bleef hangen. Maar die sprong in de kooi van Peppy. En voor ik het weet, zaten ze op elkaar. En ik denk dat dat het moment moet zijn geweest dat het gebeurd is. Daan, het is niet te geloven. Er liggen babykonijntjes. Nee, echt. Het is echt geen grap. Ik maak geen grap. Ja, wij wilden net die speelgoedkast gaan opruimen. En even de konijntjes voeren. Maar dit moet echt vandaag gebeurd zijn. Ja, we doen iedere dag de konijnen voeren natuurlijk. Dus we zien iedere dag die kooi. Kijk dan daar. Mag er niet aankomen. Want dan kan ze het nestje verstoten. Het hekje dicht doen, liefie. Maar Peppy kwam er ook gewoon uit. Dus ze is niet boos naar ons of zo, zeg maar. Dus ze vertrouwt ons. Dat is een fijn. Maar kijk, daar. Luxie, daar. Oh ja. Oh ja, ik zie ze. Zie je het? Zie je het, Luxie? Ja, ik zie ze. Ja, daarom wil jij zo lekker eten. Daar krijg je honger van, zo'n bevalling. Jeetje, jongens. Niet te geloven. Ik kan het nog steeds niet geloven dat dit echt is gebeurd, jongens. Tuurlijk weet ik dat af en toe Kokkie en Peppy op elkaar hebben gezeten. Gefeliciteerd, jullie zijn papa en mama geworden. Maar op het moment dat ik dus... ach, wat schattig, jongens. Op het moment dat, dat wij de kooi opendeden van Peppy, het meisje, sprong Kokkie uit zichzelf... Al heel snel, voordat ik het wist, in die kooi. En hij bleef zelfs met zijn pootje haken aan dat randje. Dus ik had dat pootje nog goed gedaan. En hij sprong zo, wop, op Peppy. En dat had ik wel gevlogd. Maar ik heb dat toen niet in een vlog gedaan. Dan denk ik, voordat iedereen gaat zeggen, oh wat zielig dat het pootje bleef hangen. En, dus ik denk, nou, ik laat dat beeld er gewoon uit. Maar dat was dus de reden waarom Kokkie in de kooi zat bij Peppy. Hij sprong er zelf in, voordat ik het in de gaten had. En toen zaten ze al op elkaar... Ja, toen moest ik ze nog van elkaar afhalen. Maar ik denk dat dat het moment is geweest dat Kokkie gewoon dacht van ja, die heeft natuurlijk al die maanden opgespaard. Die dacht, eindelijk zie je Kokkie en die is vol gas gegaan op Peppy of zo. Dat is, nou, konijnen kunnen dat heel snel. Dus in ieder geval, ja, dat was de laatste dag voor de castratie. De dag daarna ging hij naar, Dat is Kokkie de sharpshooter. Zo, hé, jeetje. Maar dat is ook snel. Want hij, wat dit is nu, we zijn een paar weken verder. Ja, ik had wel gelezen, volgens mij zijn konijntjes 40 dagen zwanger. Ik heb natuurlijk zo'n konijnenboek. We hebben babykonijntjes, ja. Daniel heeft opa aan de lijn, volgens mij. Het zijn konijntjes, ze zijn nog helemaal kaal. Ik zie ze nu bewegen. Peppy heeft een nestje gemaakt met haar bont. Ze heeft pluisjes van haar vacht heeft ze daar neergelegd. Ze heeft daar een heel hoekje gemaakt. En daar heeft ze dus haar konijntjes neer gebaard gewoon. Maar dat moet dus echt vandaag of vannacht gebeurd zijn. Want wij zijn iedere dag hier. Iedere avond ruim ik deze ren op. Doen we met de stofzuiger even al die konijnenkeuteltjes en die overige sprietjes. Maak dat ik het even schoonmaak. Even de plasjes weer wegvegen. Hallo liefie. Wat is het nou veel? Oh, ze is nou ook veel tammer. Dat is de reden waarom ze hier wegliep. Jeetje, wat bijzonder dit. Dit is echt bijzonder. Maar wat was ik aan het vertellen? Oh ja, iedere avond, of iedere dag, iedere avond maak ik dus deze ren schoon. En iedere ochtend komen de kinderen hier om vers hooi te geven, brokjes te geven. En nou, ik dus net mijn groenten, die geven we dus ook iedere dag. Ze hebben nu spinazie en broccoli. En radijsjes had ik hier nu net ingedaan. En vandaag is eigenlijk de dag dat ik de kooi wil gaan verschonen. Dus ik dacht, nou geef ik ze even wat lekker te eten en dan ga ik zo die kooi verschonen. Maar ja, ik kan nou natuurlijk niet die kooi gaan verschonen, want dan haal ik het hele nestje. Dat gaat gewoon niet. Dus moet ik even wachten tot ze iets groter zijn.
En ik ga de dierenwinkel bellen. Om te vragen wat ik nu als eerste moet gaan doen, zeg maar. Zodat we het beste doen voor... Ach, kijk dan. Hier is ze. Zodat we het beste doen voor de konijntjes. Wil je er weer in, liefie? Zal ik even dat plankje neerzetten? Kijk eens. We hebben deze zetten we er dan neer. Dan kan ze er makkelijker in. Dan hoeft ze niet zo hoog te lopen. Ja, kijk eens. Doe deze zo. Kijk, dan kan ze er zo makkelijker oplopen. Zo weer erin. Maar ze denkt, nou, eventjes lekker mijn benen strekken. Maar ze heeft dus net een bevalling achter de rug. Jongens, dat moet niet. Dat moet niet. Dat kan niet anders. Dat dat sinds vanochtend gebeurd is. Ik ga even toch even een beetje... Ja, je kan er niet echt in kijken. Wat ik kan doen, is dat ik op deze camera even de inzoomlens erop zet. Daar kan ik heel erg mee inzoomen. Ik ga natuurlijk niet in de kooi. En ik wil de konijntjes ook niet laten schrikken of zo. Dus dat is wat ik even ga doen. En ik ga de dierenwinkel bellen. En de dierenarts. Ik ga de dierenarts bellen. Dat is denk ik nog een beter idee. Peppy die is nog even aan het rondlopen. Ik heb nou de inzoomlens erop zitten zoals jullie zien. Die kan ik er gewoon bij. Peppy vindt het oké. Als wij hier zijn. Kijk, die is lekker aan het eten. Dus Lucie en Lucius die zijn hier aan het spelen. Lucius die wil staan iedere keer. Mag niet de trap oplopen. Hè? Dat kan die ook niet. Maar... Dus die zijn hier lekker aan het spelen. Zoals je denkt, wat horen we daar? Dat zijn hun. Kokkie die zit hier heel relaxed. Geen idee wat er allemaal afgaand in de kooi naast hem. We hebben papa weer. Die wilde eigenlijk net naar de Rova. Buurman belde. En die zei, ik ga even op zoek naar Joost de Moertje. Ah, dat is een goeie. En ik dacht vier, hè? Ja. Dus gaan Luxie mee met papa? Ja, Luxie gaat even mee. We gaan even naar de Rova. En dan... Lucilla halen. En Lucilla. Ja, dat is goed. Nog niks zeggen. Zeg alleen maar dat we een verrassing hebben. Goed? Tot zo. Kijk, Lucius die wil al achterna gaan. Die is nu gaan staan bij de deur. Denkt, hey papa, ik wil mee. Jongen. Ah, kijk, Peppy die loopt hier nog gewoon lekker rond. En Kokkie die zit lekker zijn hooi te eten. Hi Peppy. Hi, ben je zo blij? Ja, ben je zo blij, Lucie? Oh, Lucius. Hey, Lucius. Hey, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Wil je ook mee met papa? Hm? Jij blijft lekker hier bij mama. Goed. Hoppatee. Och, keel. Je wilt echt gaan stappen, hè? Ja. Kijk dan. Het beweegt ook echt. Nou, ik weet niet hoe oud deze zijn, jongens. Maar het kan niet anders dat ze er net uit zijn, volgens mij. Kijk dan. Hoe bijzonder. Ik kan niet zien hoeveel het er zijn. Nou, moeten we nog even wachten tot ze wat groter zijn, denk ik. Oh, er zijn ook meerdere kleuren. Kijk dan. Die zijn donker. Oh. Hey. Die zijn mooi. Oh, wat schattig. Nou, voor nu laten we Kokkie en Peppy even lekker met rust. En de babykonijntjes ook. En dan zullen de kinderen straks heel erg verrast zijn. Nou jongens, ik ben inmiddels een beetje weer bekomen van de schrik. Ja, schrik. Ja, sorry, ik schrik dan toch even omdat ik het gewoon zo totaal niet had verwacht. Helemaal niet nadat we natuurlijk Kokkie hebben laten castreren. Met reden dat we voor nu even geen nestjes, zeg maar. Maar als iets van, laten we Peppy nog niet steriliseren, dan mochten we dan ooit, hè, het zo zijn dat het toch leuk lijkt, toch nog een nestje te willen, kunnen we altijd nog met een ander konijntje erbij zetten. Of in een later stadium bedenken dat we haar ook weer gaan steriliseren. Dus we hadden haar niet laten steriliseren en Kokkie laten castreren, omdat we dan zeker weten dat we de konijnen bij elkaar kunnen zetten. Oh, kijk, ze loopt nou de kooi erin. Kijk, ze loopt nou weer naar binnen toe. Ze kan zelf iedere keer naar binnen en naar buiten lopen. Volgens mij gaat alles goed met Peppy. Ze ziet er gewoon fit weer uit. En blij ook uit. Ook dat ze weer zo rondloopt. Dan zie je nou weer bij mij komt kijken. De afgelopen dagen hadden we wel een beetje het gevoel dat ze wat schuwer was. En met Lucilla is het toch het meest vertrouwd. Als Lucilla met de hand bij de kooi zit, gaat ze zo zitten. En dan gaat Lucilla haar aaien. En dat vindt ze heerlijk. Hey, kom even kijken.
Maar goed, uiteindelijk wel hartstikke welkom. Hè? De konijntjes zijn heel erg welkom. En we zullen er alles en alles aan doen om deze konijntjes gewoon een goed, liefdevol, gezond leven te geven natuurlijk. Die verantwoording willen we dan uiteraard ook gewoon nemen. Maar volgens mij hebben ze hier best wel een lekkere ruimte. We houden deze kamer nu ook echt dat de honden hier even niet komen. Ook voor de stress te verminderen natuurlijk. Ook voor de babykonijntjes en voor Peppy. We zijn Kokkie en Peppy wel aan onze honden gewend. Maar toch, ook voor de babykonijntjes. Zullen de kinderen vertellen dat ze de konijntjes niet mogen aanraken. Ook omdat het met de geur te maken heeft. Als de moeder ruikt dat er een andere geur is, dan kan ze de babykonijntjes in de steek laten. Dat is iets wat ik nog weet van vroeger. Van mezelf. En ik heb ook weer dingen gelezen. In dat boek dus. En ik zit er een beetje mee dat ik dus eigenlijk die konijnenkooi wilde verschonen. Want het is vandaag echt tijd om die konijnenkooi te verschonen. Doen we eens eigenlijk één keer in de week. Nou, het is nu net een week en een dag, 2 dagen geleden, dat we de kooi hebben ververst. Dus er zit nu al meer dan een week in deze kooi. Maar ja, dat gaat natuurlijk nu niet, omdat ze daar een nestje heeft met konijntjes. Dus die kun je niet gaan verplaatsen of gaan doen. Dus moet ik even kijken hoe we dat gaan doen. Maar ze zijn wel schoon. Ik zie niet bloed of viezigheid zitten. Dus daarvoor ga ik dus nu even de dierenarts bellen om te vragen wat we nu moeten doen. En zometeen komt Lucilla dus ook thuis. Lucilla heeft vandaag dus een korte dag van school. Luan die komt vanmiddag pas thuis. Die heeft een lange dag van school, altijd op vrijdag. En dan hebben wij ook weer vakantie trouwens. Volgende week hebben wij dus vakantie. Dan zijn we vrij, dus eigenlijk begint nu ook onze vakantie. Leuk begin van de vakantie overigens. Er zijn ook nu nog even geen filmopnames, dus dat scheelt ook. Filmopnames beginnen pas einde van de week. En ik zal dan ook even een berichtje uitdoen dat ook alle mensen die hier gaan komen ook weten dat ze deze kamer met rust moeten laten. Ze hoeven hier ook niks niet te zijn en er worden geen scènes opgenomen in de speelkamer, dus dat scheelt. Maar goed, dat zijn even dingen die nu allemaal door mijn hoofd gaan. Oké, check. Dat moet ik wel even allemaal verzorgen. Dus dat, ik ga nu even... Ja, Lucie slaapt, dus ik ga nu even bellen. Om te vragen wat ik nu op dit moment het beste kan doen met de konijntjes. En mochten er nog tips zijn en advies zijn... Jongens, doe gewoon... Wees respectvol in de reacties, jongens. Het is ook een beetje leven, het leven, zeg maar. Soms overkomen dingen hier gewoon. Ja, hadden we het kunnen voorkomen... Ja, we hadden het misschien kunnen voorkomen om even niet het gevoel te hebben... Oh, laat de konijntjes even bij elkaar snuffelen. Omdat het gevoel zo opspeelde dat ze elkaar zo misten. Ja, we hadden dat inderdaad niet kunnen doen. Maar ja, hè, soms doe je dingen waarvan je denkt... Misschien hadden we het beter niet kunnen doen. Maar ja, omdat je toch de konijntjes in elkaar wilde laten wennen... Hebben we het toch wel gedaan. En ja, sprong Kokkie in de kooi bij Peppy. Dus ja, weet je, het zal weer van allerlei reacties onderkomen... Maar weet dat wij gewoon ons best doen en dat wij het beste voor de konijntjes hebben. Dus als jij goede tips hebt, goede feedback hebt, je hebt het ook een keer meegemaakt. Laat jouw ervaring, laat jouw tips en dingen die we zouden kunnen doen, laat weten om ons te helpen. Maar niet om ons op een vervelende manier af te kraken of dat soort dingen. Want daar heb ik nu echt helemaal geen behoefte aan. Het enige wat ik wil is gewoon dat we die konijntjes gewoon zo goed mogelijk kunnen helpen. Liefdevol kunnen opvoeden. Op laten groeien. Ja, en of wij ze houden of dat er niet. Die vraag zal ook komen. Geen idee, want daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht natuurlijk. Wat ik wel weet is dat wij wel heel veel ruimte hebben natuurlijk. We wilden deze konijnen ook straks na de filmopnames in het buitenverblijf doen. Daar hebben ze een grote... In die schuur zit een hele grote, nou, meer dan 3x3 ruimte. Waar ze ook een uitgang hebben naar buiten. Waar we ook nog een buitenren wilden maken. Dus wat ruimte betreft hebben we straks wel genoeg ruimte. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of ik weet niet eens hoeveel konijntjes erin zitten. En dan zit je ook weer met mannetjes, vrouwtjes en of het wel bij elkaar gaat. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, jongens, wat er met konijntjes uiteindelijk gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet is dat we gewoon het beste voor deze konijntjes willen gaan zorgen. En dat is wat we gaan doen. En hoe of wat? Geen idee. We zullen best ook wel een keer iets doen waarvan jullie denken... oh, dat had je beter anders kunnen doen. Ik zeg alvast excuses voor jongens. Wij zijn ook maar mensen. Wij doen ons best. Corrigeren is geen probleem. We zullen ons daarop aanpassen zoals eigenlijk altijd zoals jullie van ons gewend zijn. Maar ga wel even met respect met elkaar om. Want ja, weet je, dat is wel gewoon zo prettig voor iedereen en alles. Ik stop met mijn lange praatje. Ik ga gewoon echt even de dierenarts bellen. Want dat is het eerste wat in mij opkomt. Die ik nu het beste kan bellen. Dus dat gaan we nu even doen. Ja, goedemorgen. Morgen is het nog volgens mij. Met Sarah Bellinga. Ja. Ik heb een dingetje. En ik hoop dat je me kan helpen. Wij zijn een paar weken geleden bij jullie geweest. We hebben 2 konijnen. Kokkie en Peppy. Een jongetje en een meisje. Ja, weet je meer?
Oké, ik wilde net de kooi verschonen en er ligt een nestje. Ja, en ik denk... Ja, ik heb ze ook niet meer bij elkaar gezet. Maar ik denk wel dat ik weet hoe het komt. Want de dag daarvoor hebben we ze nog even bij elkaar gehouden. Omdat ze zo naar elkaar, iedere keer uit de kooi, naar elkaar doorsnuffelen door de tralies, zeg maar. En we wilden ze wel aan elkaar laten wennen. Dat ze straks niet opnieuw weer gekoppeld moeten worden. Dus af en toe hielden we ze nog even samen. Terwijl wij erbij zaten. Alleen wat er gebeurde... is op het moment dat ik de kooi opende van het vrouwtje, sprong het mannetje in de kooi van het vrouwtje. Dat heeft hij normaal gesproken, deed hij dat nooit. Maar hij sprong in de kooi en sprong meteen op het vrouwtje. Waarop ik meteen het vrouwtje eraf wilde halen. Maar ja, dat ging iets lastiger omdat ze in die kooi zaten. Ja. Dus ja. En dat is één dag voor die operatie geweest bij jullie, hè? Echt één dag ervoor. Ja, ja. Dus ik een beetje blazen. Dus ik had die konijnenboeken gelezen, hè? Ja, ik had die konijnenboeken gelezen wel al van tevoren. En toen las ik al, je mag ze niet aanraken. Dus ik denk, oké, ik raak niks aan. Ik blaas een beetje die pluisjes weg. En ja hoor, een zwart konijntje en een ja, nou, ik kan ze nog niet echt konijntjes. Het zijn wormpjes of zo. Ik weet het niet. Ja. Vandaar, dat is meteen dat ik denk, ik bel jullie, wat moet ik doen? Ja. Net de dierenarts gesproken. En ze zegt ook van, eigenlijk hoef je helemaal niks te doen. Gewoon Peppy voor haar babytjes laten zorgen. Moederinstinct doet eigenlijk alles hetzelfde. Als de babykonijntjes bewegen in het nestje is hartstikke goed. Je kunt alleen beter niet de kooi gaan verschonen. Dat moet je gewoon lekker laten. Het is niet erg dat het nu wat vies is. Over een paar dagen kan je misschien de poepkeutelplekjes een beetje schoonmaken. Maar het hele nestje verplaatsen moet je natuurlijk nu niet gaan doen. En over een paar dagen kun je ook iedere keer een beetje kijken of er beweging in blijft. Mochten er dan dode konijntjes in liggen, wat de natuur is, wat kan gebeuren. Dan kun je die terzijde tijd er wel uithalen. Maar gewoon voor de rest de natuur zijn gang laten gaan, jongens. Dat is eigenlijk een beetje het advies wat ik kreeg. En ik kreeg een goede website door. Konijnenbelangen.nl, zei ze. Ze zei, daar kan je ook ontzettend veel informatie op vinden. En mochten er dingen zijn, dan kan ik ze altijd weer bellen. Dus dat stelt me wel weer gerust dat eigenlijk... Ja, dat is ook eigenlijk zo. De natuur gaat zijn gang. Er zijn er ook geen mensen om te zorgen voor de konijntjes. Konijnen krijgen in het wild ook konijntjes natuurlijk. Ja, ik denk dan meteen... Oh, wat moet ik doen? Maar ik hoef eigenlijk dus helemaal niks te doen. Het enige wat wij en de kinderen moeten vertellen... is dat ze rust nodig hebben. En dat je ze dus niet te veel kan storen. En helemaal niet aanraken en dat soort dingen. Dat moet gewoon, ja, de geur van de moeder moet er gewoon nog lekker bij blijven. Dus dat gaan we ze straks ook vertellen. Maar zoals ik nou kijk hoe Peppy eruit ziet... ze is hartstikke fit, ze is helemaal blij. Ze huppelt rond, ze heeft hele bakken met spinazie en bloemkool en radijsjes op... Ze gaat iedere keer naar de kooi van Kokkie toe, het mannetje, om te kijken daar. En dan snuffen ze aan elkaar. Dus ze is ook niet boos naar hem toe of zo. Of ja, weet je wel. Dus het gaat eigenlijk heel goed, jongens. Het gaat gewoon goed. We gaan het avontuur aan. We gaan het avontuur aan, jongens. En al jullie tips zijn welkom. En ja, we gaan het zien. Oh, ik ben heel benieuwd hoe de kinderen reageren. Die verwachten het ook totaal niet. Kokkie, Duke is mijn papa. Ja, die is nu papa. En Peppy is nu mama. Ja. Nou, ik heb de aanhanger eraan gehangen, kijk. Want die zit weer vol met teunafval en een zakje reusafval. En oud papier en karton. En dan gaan we dat even storten. Zet maar, en zelf? Zet maar op naar de rover. Op een joven. Maar zelf nog juiers. Ja, Peppy doet de babytjes in de luiertjes. Konijntjes hebben geen luiertjes. Nee. Een zakje water, kijk eens. Zeg maar dag, moeslip, Pep. Nee. Tot zo, moeslip, Pep. Gefeliciteerd met Peppy en Kokkie. Ja, je hebt een jonkies hier dan, hè? Je moet nat ben ik. Ja, een slokje water. Ja, maar tot zo, hondjes. Tot zo, Peppy en Kokkie. Kom, afval brengen, Alex. Ja. Wat hebben we allemaal? Teunafval, gras, karton, oud papier en twee grote zakken huisvuil. Ja. Lekker rustig. Oeh, Lixie, wat heb jij nou op? Papa's bril. Papa, bril op. Ja, we hebben net het oude papier en het karton gestort en het tuinvel. En nu alleen nog even het huishoudvel. Ja. En nog gas. En dan halen we Lucilla op, hè? Ja, zeg maar op naar Lucilla. Op ja. Ja, meisjes, we reden ook even langs het stadhuis. Ik kreeg een berichtje. Jullie broertje Lucius, zijn paspoort is klaar. Dus halen we die ook maar even af, toch? Ja. Nou, op naar het gemeentehuis. Lucius. Lucius. Lucius.
Nou, kijk eens. Het zijn twee prinsessenzussen. Oh, die halen zijn paspoort af. Ja, blijf zitten. En dat is leuk. Zou Luusje er wel blij mee zijn? Ja, ze mocht op school verkleed zijn. Dus ze wou als prinses. En wat hebben jullie in je hand? Laat eens kijken. Het paspoort van onze Lucius. Nou, dan zeggen we op naar huis. Oh nee, postkantoor en dan naar huis. Nou, prinsessen. En dan nog even langs het postkantoor. Kijk, hier is het postbriefje. Ja, loop maar hier naar het postkantoor. Daar hebben ook Lucius een pasfoto gemaakt. Weet je nog? Ja. Vandaag hoopt papa het aquarium op te gaan halen met opa. Want dan hebben wij straks in de poolhouse onze visjes ook zo'n mooi aquarium. Leuk hè? Groot, hè? Zo groot gaan ze van ons ook worden. Nou, maar nu eerst even het postpakket. Zo groot? Zo groot worden die van ons ook, ja. Onze zijn zo. Ja, Luxie, geef het kaartje maar. Want er ligt hier een postpakketje. Hallo. Hey. Even voor een neer. Dankjewel. Daar komt Daniel thuis. Met Luxie en met Lucilla. Daar hebben we onze prinses. Daar hebben we onze prinses. Was het leuk op school? Ja. Ja? Leuke verkleeds parade? Ja. Ja? Ja. Jij, ja. We hebben iets meegenomen, mama. Oh. Yes. We hebben vegane voedingssupplementjes en wat hebben we meegebracht? Oh ja, het paspoort van Lusjes moest je ophalen. Even kijken. Och, kijk dan. Kijk eens. Oh, super schattig. Ja. Nou, dat verrast ik. Ja. Hebben we niks verklapt. Is er niks verklapt? Nee, niks verklapt. Nou, gaan we Lusje dan een handje geven? Ga je Lucia nou een handje geven? Ja. Wat denk je? Wat voor een verrassing we hebben? Nee. Heb je echt geen idee? Nee, echt geen idee. Luxie laat het je zien. Nee. Loop maar met Luxie mee. Kom maar. Maar wel zachtjes, hè? Heel zachtjes. Lucia slaapt. Zachtjes. Zachtjes. Hier moet je jouw. Hier zit Kokkie. Kom even een test. Baby. Konijntjes. Ja. Baby konijntjes. Jullie zijn tante Lucilla. Baby konijntje. Baby konijntjes. Mag niet. Je mag ze alleen nog maar kijken. Waarom? Dat ze nog zo jong zijn. Ze zijn echt net uit de buik van Peppy. Net. Ja. Peppy, gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd, Peppy! Kokkie is papa en Peppy is de mama. En nu mag Kokkie en Peppy bij elkaar of niet? Nee, nu nog niet. Nog niet. Dan komt er nog een nestje. Dan hebben we nog een nestje. Baby! Schattig, hè? Nee. Dat is wel heel bijzonder, hè? Weet je nog dat Kokkie in die kooi sprong met Peppy? Dat moet het moment geweest zijn. Ja. Ja. Maar kijk hoeveel haren. Ja, ze heeft een nestje gebouwd. Met haar haar? Met haar haartjes heeft ze een nestje gebouwd. Voor de babytjes. Weet je wat ook weet? Dan kan je ook zien waar een jongen en een meisje is. Nou, nog niet. We laten ze nu nog even lekker... Oh, schattig, zij bewegen. We laten ze nu nog lekker zitten. Ja, je mag ze nog niet vasthouden. Maar echt nog niet, want er komt de geur van ons eraan. En dan komt Peppy niet meer terug om ze te verzorgen. Dus we mogen er nog echt niet aankomen. Heel zachtjes doen hier in deze speelkamer. We zullen Pip ook niet meer hier laten. Nee, echt niet. Nee. En ook als we de filmopnames hebben straks, moeten we ook zeggen dat ze hier niet meer moeten komen. Nee. Want dit is helemaal de konijnenkamer op het moment. Ja, de kraamkamer. Ik denk, ik heb zo'n geschat dat ik zo zag. Ik denk een stuk of 5. 5? Dat denk ik. 5? Kijk, als je een vijfling. Ja. Maar het kunnen er ook 4 zijn, het kunnen er ook 6 zijn. Maar ik denk, als ik zo kijk, want dat zou er 1 kunnen zijn. Dan kunt u niet te dicht... Maar het maakt niet uit dat het 1 of 2 is. Maar het is gewoon leuk dat we babytjes hebben. Had je niet gedacht, hè? Nee. Wat een verrassing, hè? Hé, hey, babykonijntjes. Gaan we heel goed verzorgen, hè? Ja. Nee. Gaan we heel goed verzorgen. Kijk, kun je al wat beter zien, ja, hoe ze Pip stelt te blaffen daar. Kijk, daar kan je ze zien liggen. En ze bewegen ook, zie je dat? Ja. Was ze met haar bakjes of iets bezig? En ja, schuw. Ze was bezig. En ze was schuw. Dat zei ik ook al in de vlog. Ze was schuw. En dat kwam omdat ze baby's in de buik had. Ja. Dus ze was heel beschermelijk. Ja, ze is lief. Ja, kijk, en nu is ze heel lief. Kijk, nu kan je er gewoon aaien. Kijk, nou loopt ze. Ja, ze loopt nu al toevallig nu even weg. Maar ze ging net iedere keer naar mij toe.
Kijk, en als je dit deed, ging ze meteen weg. Oh, wat is dat rood? Ik denk dat dat bloed is, liefie. Van de bevalling, hè? Ja, ja, ze bloedt nog een beetje. Ja, dat is echt net gebeurd. Want wij doen iedere ochtend. Nee, of vannacht denk ik hoor. We wilden eigenlijk de kooi verschonen. En dus mama deed open. En ik had dit bakje al gepakt, want ik wilde wat groente geven. En toen kwam ze al meteen eruit rennen. En ze ging meteen aan mijn hand eten. Toen dacht ik, wat ligt er nou van pluisjes gebeuren nou? Want normaal gesproken liggen er nooit pluisjes in de kooi. Wel heel veel poepjes, maar geen pluisjes. Dus ik ging kijken en toen bewogen die pluisjes. En je wil niet weten hoe mama daarvan schrok. Toen dacht ik, huh? Pluisjes? En toen pas zag ik dat het konijnen waren. Dus ik heb meteen de dierenarts gebeld. Maar ze zijn echt helemaal kaal. Ze zijn helemaal kaal. Ze kunnen ook nog niet kijken. Heeft ze helemaal binnen? Nee, zo we leven nog helemaal in het donker zo. En Peppy die gaat haar voeden. Met de baby, met de melk en de borstjes. Net als mama met lusjes. Ja. Leuk hè? Ja, heel leuk. Nou, straks zijn Lul ook nog een verrassing, want die weet het ook niet. Nee, hij is ook, hij vindt het ook heel leuk. Dat denk ik ook wel hè. Mijn mam. Ja. En als het... als dat 5 baby konijntjes zijn, hebben we 5 en dan hebben we 7 konijnen. Ja, of we het allemaal gaan houden, dat is nog even, dat moeten we even zien. Ik wil ze niet nu al weggeven. Nee, ze moeten minimaal volgens mij iets van 9-10 weken. 9 tot 10 weken hier blijven. Maar ik wil ze niet meteen als ze 19 weken zijn. Maar eentje wil ik wel houden. Nou, daar gaan we het later nog wel even over hebben. Goed? Eentje wil ik wel houden. Dit is denk ik heel herkenbaar voor heel veel ouders dit. We gaan het wel even bekijken tegen de tijd. Goed? Nu laten we, kijk, ze gaat weer lekker eten, zie je dat? Ze gaat lekker hooi eten. Wij gaan ook even eten. Even lekker lunchen. En dan straks als Luan thuis komt, gaan we Luan ook de verrassing vertellen. Goed? Die zal ook wel heel erg opkijken, dat verwacht hij ook niet. Nee. Ja. Optillen, 1, 2. Oh, mijn grote prinses. Mijn mama, nee, ook een beetje mama, hè? Elke carnaval op school hun verjaardag vieren. Ja. Ja, dat kun je het makkelijk onthouden. Ondertussen zitten we even lekker te lunchen. En Lucilla zegt net, als het 5 of 6 konijntjes zijn, wat dan? Dan moeten we... 6 namen bedenken. 6 konijnen namen bedenken. Jan, Ineke, Van, Daniel, Dat zijn allemaal onze namen. Hebben jullie nog leuke konijnennamen? Laat even weten onder in de reacties. Want ja, we hebben natuurlijk wel een naam nodig. Hè? Dus dat is ook weer leuk. Namen bedenken. Zet er wel achternaam, dat is leuk. Ja, baby konijnen Bellinga. Ja, Roosje. Roosje. En? Nee, mam. En we moeten het zelf als Wuzo, Pippa, Kokkie, Peppi. Dus ik had bedacht. Roosje, Tilpje, Lente. Allemaal bloemnamen. Dat is ook wel leuk. Ja, Madeliefje. Ja, maar dan moeten het wel maar meisjes zijn dan. Nee. Of heb je ook namen die mannelijk... Jongens, brandnetel, paardenbloem. Paardenbloem. Brandnetel. Ah, stekels. Nee, ik vind het wel leuk dat de meisjes misschien bloemnaampjes of zo. Ja, en leuk. De meisjes de bloemnaampjes en de jongens de ruimtenamen. Wat voor namen? Ruimte. De jongens ruimtenamen. Ruimte. Maan. Mars. Mars. Venus, oh ja, Venus is een vrouw naam. Jupiter, dat vind ik ook wel leuk, ja. Voor jongens, dat is een stoere naam. Ja, ook wel leuk. Nou, we eten even lekker hier onze lunch op, terwijl Lucius nog lekker staat. Wat zijn de namen van die visjes dan? Ja, we hebben geen namen voor al die visjes. Wow. Ja, over visjes gesproken. Daniel gaat straks met opa en met Luan de kooikarper aquarium ophalen. Want ze hebben er eentje gevonden. Zoals jullie afgelopen vlogs weten. Opa heeft er een gevonden. Die gaat helemaal into het project van de kooikarpers. Opa belde. Ja, kom je met Luan gelijk vanuit school hierheen? Want is een... ja? Opa belde net. Ja, kom je vanuit school even gelijk hierheen? Want het is een uur rijden van mijn huis. En de storm blijft in Limburg en soms blijven we daar helemaal geen hinder van. Dat is nou voorspellen storm, pap. Nee, ik kan alleen vandaag, morgen, zondag is het. Opa is helemaal, ja. Dus hij wil ook die kooikarpers zo goed onderkomen geven. Ja, dat is ook heel fijn. Dus dat is heel leuk. Dus ach, dan hebben we wel en konijnen en kooikarpers en vissen, honden. Oh, kraamvisite. Leuk, jongens. Nee, maar we houden van dieren en we hebben de ruimte. Wij zijn altijd thuis. Papa. En als we op vakantie zijn of we zijn weg, hebben we opa en oma. Dus in dat opzicht is het allemaal leuk als het kan. Het is leuk voor de kinderen ook geweldig. Eigenlijk hoop ik dat de konijntjes allemaal meisjes zijn.
Dan kun je niet te castreren. Ik weet niet zoveel geld, maar we al die, als het 5 jongetjes zijn, dan moet ik 5 keer een castratie. Ja, maar dat is dus als je ze allemaal wil houden. Oh, dus jij wil ze allemaal houden. Nee, dat is niet. Papa zei dat hij ze wil houden. Ja, liefie. Hm? Vind je dit ook leuk, de konijntjes? Ja, oh, heb jij hem al op? Wil je er nog één? Luxie toch, lekker. Nee, toch niet. Ze heeft buikje. Zullen we nog wel? Ja, Luxie had er straks ook al een bolletje op, liefie. Die was er straks al begonnen. Nou, gezellig jongens. Even lekker lunchen. Bon appétit. En zometeen gaat Daniel dus... Ja, Luan gaat eerst nog even naar huis, hè. Want ik denk dat we de verrassing ook wel aan Luan willen laten zien. Ja, om 30:30 dat moet ik aan. En dan gaat Daniel met Luan en opa op de kooikarper aquarium jacht. Dus dat gaan jullie ook... ja, ik weet niet of dat allemaal vandaag in de vlog komt. Ja. Gaan jullie morgen ook nog zien? Ik neem wel een actiontje mee. Oh, hij neemt wel een beeldje mee. We gaan touwen. Maar hoe je de kooikarpers gaat neerzetten, dat doe je denk ik allemaal morgen. Dat is morgen, jongens. Dus gaan jullie morgen allemaal zien. Eén groot avontuur weer, jongens. Ja, en ze komen morgen het huis verbouwen. Oh ja, we komen morgen. Ja, gaan we allemaal morgen vertellen. Er zijn voorbereidingen voor de opnames voor in ons huis. Gaan ook morgen beginnen. Tenminste, ze gaan iets plaatsen in ons huis. En zondag, met je was het goed, is de laatste verflaag verven. Ja, de laatste verflaag. Regent op ons op. En maandag komt dan Bella nog weer een keer de ramen wassen. Voor de filmopname. Voor de filmopname. Die gaan dus in de nieuwe week, we hebben dus de aankomende week hebben we wel vakantie. Dus de kinderen zijn gewoon lekker de hele week vrij. Maar aan het einde van de week gaan we pas echt de filmopnames draaien. Dus we hebben ook nog gewoon lekker de hele dagen hier gewoon rondom huis. Oh, volgens mij wordt Lucie zwakker. Ja. Nou, we eten lekker ons broodje op en zo Luan we ophalen van school. Hm? Die is lekker, hè? Lekker framboosje. Ja. Kijk, en de meisjes die hebben de framboosjes op de vinger gedaan. En dan zingen ze. Where are you? Here I am, here I am. How do you do? Hop. Een lekker aardbeidje. Zo, ondertussen hebben wij de speelkast weer helemaal lekker opgeruimd. Daar was ik eigenlijk ook mee bezig. Dus die hebben we weer lekker gehoord en wel. Jullie horen al gebommel en gestommel boven. Ja, ik was bezig dus op de speelkamer die kast op te ruimen. En ik dacht, dat moet ik even gedaan hebben. Want het was een beetje onoverzichtelijk. Ja, opgeruimd. Dus nu, kijk, hebben ze hierboven ook alles weer netjes opgeruimd. Heel goed nog gedaan, meiden. Ja, die mag je zelf in het product gooien, liefje. Ik heb geen handen. En papa is het gelukt om een moertje te vinden. Die heeft hij van de buurman gekregen. Die had nog wel een moertje voor dat leuke loopkarretje van Lucius. En hij is nu even Luan ophalen van school. Kijk, en hier heeft hij dat leuke loopkarretje neergezet. En aangezien Lucius heel erg aan het overhand optrekken is, dacht ik, is dit misschien wel leuk om haar onder te hebben. Kan hij hier een beetje mee oefenen. Kijk, oh, ben je moe, jongen? Ben je er moe van? Nee, kijk, hij heeft een moertje zonder. Hij kan nu dus rijden. Dus dan kan hij ook wel een beetje beginnen met oefenen. Om natuurlijk te leren lopen. Want hij doet niets liever dan aan de bank optrekken en dan staan en langs de tafel lopen. En ik dacht, zo'n loopkarretje kan hij natuurlijk ook een stukje verder weg dan alleen maar langs de tafel. Maar goed, ben je er moe van? Nog een keurel toch? Wie komt daar thuis? Luan! Wie komt daar thuis? Luan! Luan is weer thuis! Hey! Hallo jongen! Jij? Hoe was het op school als hond? Goed! We ja? hadden vandaag wel gym. Oh! Dus ik zat te gym in mijn hondenpak. In je hondenpak. Nou, dat is ook wel een keertje leuk. Toch? Ja. Nou, maar kom daar gezellig uit. We hebben een kleine verrassing hoor. Een kleine verrassing. Het is maar een kleine verrassing. Ja. Jullie weten het al? Ja, de meisjes weten het al. Nou. Daar gaan we. Waar ligt het? Op een speelkamer. Verrassing op de speelkamer. Ja, in je ogen. Oké. Ik heb het hier open. Doen we de deur even dicht. Ja. Mag ook kijken hoor, nu. Anders weet je niet waar je loopt. Zet de tas maar even neer. Ja. Oké. Kom maar. Even in. Even in. Kan je erin? Misschien kan je het vanaf hier zien. Kijk. Hier. Ik zie het echt niet. Hier. Daar? Ja. Ik kijk. Zeven baby's. Ja.
twee babytjes. Nee. Wanneer is ze bevallen? Ik denk vannacht. Ik denk vannacht. Jullie al gekeken? Er zijn er 6 volgens. Ik denk dat het, ja, toch 6 heb geteld. Ja, maar, moet ik even vertellen, Lucilla? Je mag ze niet. Aaien. Aaien. Mag ze niet. Maar ze zijn nog te teer voor. Ja. En ze zijn ook blind. Ja, ja, dat klopt. Dat ook. Hoeveel maanden eigenlijk? Ik heb geen idee. Ze zijn net, ik denk dat ze nu een dag zijn. Oh, hoe lang ze blind zijn, dat weet ik ja, niet. Ja, volgens mij als ze 2 weken zijn, 2 weken, 3 weken. Ik denk dat ze ongeveer 3 weken zijn, dat ze dan kunnen kijken. 3 weken. Dat weet ik eigenlijk 3 weken, 4 weken. Kunnen we eens even opzoeken? Ik dacht dat nee. Ze zijn zwanger. Ja. Nee. Bevallen? Ze is bevallen. Babydeuntjes. Is het goed? Ja, het is allemaal goed. Ja. Prachtig, hè? Gaat het goed met jou? Mooi meisje. Ja, dat aai vindt ze ook goed. Ja, kom maar. Daarom dat ze zo schuw. Ja, ja. Kijk, daar liggen de babytjes. Zie je dat? Ja. Ja. Leuk, hè? Maar dan moeten we dus wel heel zachtjes doen hier in de speelkamer. Mam, wat doet al dat haar? Ja, dat heeft ze zijn nestje gemaakt. Dat heeft ze gemaakt? Ze heeft zelf een nestje gemaakt. Hoe doet ze met dat? Haar. Ja, haar geplukt en dan heeft ze zo... ja, dat is moederinstinct, Lu. Dat is dier. Gaat helemaal vanzelf. Hoe doet ze dat? Ja, dat doet ze gewoon helemaal vanzelf. En daar liggen de babytjes. Oh, poppie. Kan je die net niet zien? Ja, ze denkt van, hé, wat doe je met mijn babytjes? Ja. Het is zo schattig. Is privé. Oh, het is zo schattig. Ja, nou gefeliciteerd, meis. Ja. Nou, dus nu laten we de konijntjes ook even lekker met rust. En dan, hebben we weer gezinsuitbreiding. Dus ze moeten ook warm blijven. Ja, ze zitten lekker warm in dus het rolletje. Ze zijn nog helemaal roze. Ja, ja, en ik zag 1 zwarte erbij zitten. Oh, dus er zit ook een heel zwart konijntje bij. En zijn er 6? Ja. Ik dacht, het kan er ook 5 zijn. 5, 6? Denk ik. Ik heb natuurlijk niet gekeken zo, maar je kunt zo globaal tellen. Als het 5 zijn, hebben we 7 konijnen. Als het 6 is, hebben we 8 konijnen. Ja, dat klopt. Nou jongens, en dan geheel onverwachts hebben we dan babykonijntjes gekregen. Ah, yes. Dat is wel echt een super verrassing. En we zullen er natuurlijk hartstikke goed voor gaan zorgen. En hoe of wat verder, dat gaan jullie allemaal vanzelf zien in de vlogs. Tips zijn natuurlijk altijd welkom en die zullen we ten harte nemen, jongens. Ik wou het net zeggen. Ja, nou voor nu gaan we de vlog afsluiten. Luan die gaat zo meteen nog wel met Daniel en opa aquarium halen voor de kooidappers. Maar dat doen jullie morgen. Maar dat bewaren we even voor morgen, jongens. Dat doen we voor morgen in de vlog. En morgen is opa er dus ook weer met het aquarium kooikarp, want dat project... Gaan we ook nog verder rest afmaken, jongens. Nou, vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En wij zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Volg je hart, boem, boem, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je hoofd.